Kijk, hier zie je dus, ik kijk nu via mijn browser in de server. Dat is die, die zit achter het display. Er zit een Raspberry Pi die draait dus. Die stuurt dat hele ding aan. Het is eigenlijk een soort hele intelligente USB-stick. Hè? Normaal print je met vanaf dit kaartje. Maar hier zit geen enkele intelligentie en er zit alleen maar data op. Maar dit ding, dat stuurt dus al die gegevens naar die printer. Je ziet ook dat er een verbinding is tussen de USB-aansluiting van de printer zelf en van die computer. Dus daar gaat al die sturing overheen. En nou kijk ik dus eigenlijk in de code viewer. En je ziet dus dat groene puntje hier. Kijk, hier is die aan het printen, zie je? Dus die dikke lijntjes die zwarter worden, zie je? Dus dat hele bandje aan het printen. Dat is een bovenaanzicht van het bandje. Je ziet ook al die fill-in, zie je dat? Die slangetjes hier tussen. Kijk, hij is nou een dikke laag aan het maken zo. Kijk, ja, dat is wel leuk. Dus zo werkt het. Kijk, ik kan natuurlijk ook bij die printer gaan kijken, maar ik kan niks zien, want die kop hangt boven dat onderwerp. Hè? En het onderwerp is net zo groot als de kop, dus ja. Ik las wel dat, kijk als je nou naar die, waar dat flexie niet van houdt, dat is een retraction. Kijk, ik heb dus op die motor heb ik een vaantje gezet en dan kan het dus misschien naar rechts draait. Dan krijg je een feed van filament en als die een stukje terugdraait met een schok, dan trekt die even de keutel in om het zo te zeggen. En ik had begrepen dat dat niet mocht, omdat het een flexibel gedoe is. Maar ja, het blijkt toch dat er in het profiel een retraction setting zit die niet nul is. Dus ja, we kijken dan hoor. Kijk, het wordt dan een beetje dikker. Kijk, ik moet het even laten zien. Kijk, zie je? Er zit ook nog een rim omheen. Dus om het bandje heel goed vast te zetten. Die rim die trek ik er straks af. Je ziet hem al een beetje groeien. Ja. Kijk, die camera die neemt alles op. Dus van elke layer wordt er een foto gemaakt. Dan zie je dus zo het bandje groeien. Ik zal dat ook even sturen straks. Oké.